recepties en daar horen dan toespraken bij van de managers van de directieleden. Dat is hier op de VRT niet anders bij ons in de studio. Luc van den Branden, voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT. Goedemiddag. Brande U hebt hier in het VRT-gebouw net uw nieuwjaarstoespraak ook voor de personeelsleden gegeven. Ja, wat was de toon ervan? Welke uitdagingen liggen er te wachten in 2018 voor de VRT? Ik heb even teruggegrepen naar de grote hervorming die we hebben doorgevoerd en die ook nodig was. Dat is nu ondertussen twintig jaar geleden. We hadden toen nog als uh, televisieaandeel bereikt ongeveer 19 procent, dus er moest wat gebeuren. Maar het uitgangspunt was dat we gepoogd hebben een uh, nieuwe aanpak uh, naar voren te brengen, die steunt op uh, een grotere slagvaardigheid. Een uh, grote onafhankelijkheid van de openbare omroep en ook een depolitisering. Ja. En ik denk dat dat de drie pijlers waren waarop uh, nu nog moet gesteund worden. En die we elke dag moeten bewaken. Onafhankelijkheid, depolitisering, hoor ik u zeggen. U, uw toespraak ging inderdaad opvallend vaak over de plaats van de VRT, zeg maar, hè, in de samenleving in Vlaanderen. De VRT die de laatste jaren of het laatste jaar toch heel wat kritiek te slikken kreeg ook. Ja, ik uh, ben toch verwonderd. Hè? Dus um, als je ziet. Uh, we zijn niet perfect, hè? was uit. Er is nog altijd de ambitie om dingen beter te doen. Maar soms zijn de Vlamingen. ja, toch. Uh, wat op een bepaalde manier. hebben ze het moeilijk met iets dat heel goed loopt. En wat zijn de cijfers? Hè? Maar de cijfers zitten mensen. Wat zijn de mensen die het waarmaken? We zijn bij de top in Europa. van alle openbare omroepen. wat betreft uh, aandeel, bereik, waardering. Maar we zijn ook aan de top van de omroep. waar. Het meest bespaard is. Uh -huh. En dus denk ik dat uh, een van de grote vragen is. welke plaats geeft men aan een openbare omroep. zeker in tijden van populisme, van polarisatie. van fake news enzovoort. Ik zeg niet dat wij de enigen zijn om daar een antwoord op te geven. maar we hebben daar een bepaalde en bijzondere opdracht. En dat is de betrouwbaarheid die we als openbare omroep. en in ons geval als VRT. echt, echt moeten de hand aanhouden. Maar daarvoor zijn ook middelen nodig. En ik heb ook even duidelijk aangegeven. we hebben in de afgelopen jaren. 140 miljoen euro bespaard. We zullen, als ik de vergelijking maak. in 2020 zullen we met 400 medewerkers minder zijn. Dus zeg ik. Wij hebben ons deel van het werk gedaan ja. en het is tijd om wat aanmoediging, ondersteuning te hebben ja, naar al die mensen die het elke dag proberen waar te maken langs zoveel kanalen en in vele formats. Dus er is bespaard, de VRT doet het met minder mensen. U zegt, de VRT, als je het bekijkt in andere landen, is goed bezig. Ontbreekt die waardering dan? Heeft de VRT te weinig waardering, ook vanuit de overheid bijvoorbeeld? Men vindt dat het perfect kan om het steeds met minder te doen. Maar dan kom je op een kritisch punt. Wat is nog je aanbod? Je kan alles met minder doen. Maar we hebben de, de opdracht om in kwantiteit en kwaliteit. om de dingen te brengen die nodig zijn. in belang van de mensen die hier in Vlaanderen wonen. Dat is onze opdracht. En dan stel ik vast dat heel vaak. en dat is een ander punt. onvoldoende de onafhankelijkheid of de autonomie. Hmm. wordt bewaakt of gerespecteerd en ik geef uh, twee voorbeelden het is belangrijk dat uh, een bedrijf zoals de VRT kan participeren in bedrijven, zichzelf kan aansterken, dat ook kan doen met de know van anderen enzovoort ja, dan is het toch moeilijk dat uh, men zegt ja, we hebben media-invest, dat is prima en wij bepalen welke weg je moet uitgaan. Dat maar is media-invest voor de leken? Een tweede punt is, en dat baart me zeker zorgen, het is een zo essentieel iets, dat is dat uh, de VRT, de openbare omroep, zelf autonoom verantwoordelijk is voor de programmering en het zendschema. Er was een idee om uh, een keer te bekijken uh, of sommige dingen nog konden gebracht worden of niet. En daar heb ik mij tegen verzet en ik denk, gelukkig maar, dat men daarvan afgestapt is. Dus er zijn verschillende dingen die samenspelen. Het is een zaak van betrouwbaarheid van onze kant, maar wij moeten kunnen betrouwen op ja. een uh, overheid die het belang inziet van een omroep. Ja, en vreest u dat ja, de politiek zich te veel gaat bezighouden, ook met programmering? U, u duidt op de, de eredienst, veronderstel ik, de discussie. Ja, er is toch, uh, als ik, uh, misschien een technisch voorbeeld, maar uh, men wil nu middelen wegplukken uit uh, de Vlaamse audiovisuele regie. Ja. Dat is iets wat uh, eigenlijk uh, als dochter van de VRT ja, aan ons toekomt. Stel me het voor, ja. ik heb het ook zo geduid. Het is een beetje Hollandse rekenkunde. Ja. Dat men aangeeft. Ja, we proberen toch wat uh, middelen uh, bij te geven. Maar je doet het eigenlijk, of ze doet, men doet het eigenlijk ja. op basis van de middelen die eigenlijk reeds van ons zijn. Dus wat ik, wat ik wens, dat is dat. Uh, we betrouwbare partners zijn, dat men het belang inziet van de opdracht die we hebben. Maar je moet die opdracht ook kunnen blijven waarmaken. En daar gaat het om. Dat is dan toch een duidelijke waarschuwing tegen politiek. Van laat ons die onafhankelijke koers en, uh, varen en, en ja, kom niet tussen. Dat is inderdaad juist. En uh, als we in de vierhoek die we twintig jaar geleden dan, maar dat geldt nu nog, tussen de Vlaamse regering die het algemeen mediabeleid bepaalt, het parlement. Uh, Keurt dat goed? Controleert dat? De Raad van Bestuur staat in voor de strategie en een grote onafhankelijkheid en autonomie van het management van het huis zelf. Ik wil niet terug naar een situatie waarbij men ja, dat uh, uh, beperkte aandeel nog had, hè, dus uh, ongeveer de helft van wat we nu hebben. Radio is uh, zelfs uh, nog veel groter. Als ik dan bekijk uh, hoe we performeren, hoe we dingen kunnen waarmaken. In vergelijking tot anderen, dan denk ik dat er echt, echt heel mooie dingen gebeuren. Ja. Uh, laat uh, dit verder mogelijk blijven. Dat is mijn appel. U zei daarnet iets over de, de programmatie. Ja, het ging dan over de erediensten ook. U weet dat de vrijzinnige uh, organisaties vandaag een klacht hebben ingediend tegen de VRT. Omdat er geen vrijzinnig alternatief wordt aangeboden of uitgezonden voor uh, erediensten op radio en televisie. Hoe moeten we dat kaderen? Het is een punt dat me nou aan het hart ligt. En uh, omdat ik uh, reeds eerder gezegd heb. Elke levensbeschouwing moet aan bod kunnen komen. Dat is ook een opdracht voor en van de openbare omroep. En dus denk ik dat er heel concrete wegen moeten gezocht worden om de vrijzinnige vanuit hun levensbeschouwing een plaats, een plek te geven in datgene wat we brengen. Dus er moet bekeken worden wat er praktisch kan. Maar ik begrijp heel goed dat ze die. Plaatsen willen innemen en ik sta er helemaal achter, want dat betekent juist de rijkdom van de verschillende opvattingen. En dat is dan wat men zegt: dat is het extern pluralisme waar levensbeschouwingen niet zijn voor eigenlijk de keuken of voor het eigen huis. Nee, laat die maar naast elkaar leven en laat maar eigenlijk dialoog ontstaan. En daar moeten wij ook een stuk van de opdracht vervullen. Dus u staat open voor het gesprek, begrijp ik. Luc van der Branden, voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT. Dank u wel voor de komst. Er staat bijna 100 kilometer file op dit moment. Het verkeer vertraagt naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, op de A12 vanaf de bevrijdingstunnel en op de E19 vanaf Kontig. Op de Antwerpse ring richting Nederland bent u een half uur kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de ring rond Brussel nergens meer dan 10 minuten extra. Op de bindering is door een ongeval in Zaventem de linkerijstrook dicht. Richting Lummetraag op de E314 tussen Heverlee en Wilselen, op de E313 van Tessenderlo tot voorbij Beringen op de e E314 van Lummen naar Nederland staat er in de file tussen circuit Zolder en Zolder zelf en door een ongeval is de E40 van Jabbeke naar Veurne in Milkerke daar is de afrit afgesloten. Laat je nooit meer verrassen dankzij de dode hoeksensor van je Volkswagen.